Oh yeah, back opening. Back opening. Coins met kerst, dat is geen probleem. FIFA Coins Service heeft coins voor iedereen. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video en vandaag is weer een nieuwe pack opening. En ja, ik had in mijn planning verteld dat ik vandaag kaart met Kluivert zou doen en dan morgen de pack opening. Ik heb het iets omgegooid. Ik ga dus vandaag de pack opening doen, dan morgen weer de kaart met Kluivert. Overmorgen, op kerst is dat geloof ik, dan randomizer. En dan volgens op zaterdag weer kaart met Kluivert en op zondag FIFA tegen. Het is iets omgegooid, maakt niet uit, nog precies dezelfde video's, alleen in een andere volgorde. Vandaag is een pack opening, omdat vandaag de hele bijzondere packs zijn. Vandaag staan we deze 25k packs er. Heerlijke pakketjes. 12 spelers. Drie rare, maar goed, je hebt sowieso dus drie rare spelers. Heerlijke packs. We gaan ze openen, we hebben 3500 FIFA points, 10 packs, 350 coins per pack. Maar volgende week zondag, op 31 december, oudjaarsdag, ga ik een top 30 packs van die afgelopen jaar doen. Vorig jaar heb ik een top 10 gedaan, dit jaar heb ik zo fucking veel spelers gepakt, dat ik een top 30 ga doen van mijn beste packs van heel het jaar, dus inclusief FIFA 15 erbij. Het was echt fucking ziek. Dit is de laatste pack opening daarvoor nog, dus als ik nu nog messen pack, komt hij er nog in. Lekker. Gaan we lekker beginnen. Openen het eerste pakketje. Let's go. Pekko. Numero uno. Wat hebben we in deze Pekko? Oké, dat is in mijn kill. Dat is in mijn kill. Lekker. Deze pack is zelfs heel slecht. Ja, we hebben Prupper, Alex, Tono. Dit is een heel, heel slecht pakkie. Ik zal misschien even laten zien wat we kunnen pakken. We hebben hier, jawel, dit ongelooflijk smikkelige team of the week. Je ziet hier Matsi Hummels. Je ziet hier Filippi Lam. Angel Di Maria. Je ziet Konoplyanka, Javier Hernandez, Inform Ayoub, hoppa, meepikken die handel. Niet een heel belangrijk goed team of the week. Ik weet over een paar uur op mensen jullie dit zien misschien al, is een nieuw team of the week met misschien betere spelers. Ik heb geen flauw idee, maar goed, ik heb geen tijd om dat gaan op te nemen. Dus ja, we gaan gewoon lekker deze packs openen. Hoop ik echt even die Inform Lam of Inform Hummels zou niet verkeerd zijn. Wat hebben we in deze pack? Let's go, strikkie uitpakken, alsof je een cadeautje uitpakt. Dan komt die Pets en Jema. Kutzooi. Niet bijzonder hè? Leerdam, Kelvin, fucking Leerdam, die bewaren we. Jordi Klaasje, Fischer. Nuero Gomez. Ja, dat is heel kut. De eerste drie packs, kijken hoe wat daaruit komt. Tot nu toe is onze beste speler en Jema. Kunnen we dat met de derde pack verbeteren? Oscar. Ah, KK. Fucking KK. Kijk, Oscar zou nog wel eens redelijk zijn geweest. Niet Osmar, maar Oscar. Maar, fucking KK. Die gaat waarschijnlijk helemaal voor niks. Volgens gaat KK. Nee, helemaal niks. Ik denk dat het is voor een nieuwe tactiek, want als je geluk wil hebben, moet je ook een soort van pech hebben. Dat is misschien heel raar, dat is een mentaal spelletje. Dus we gaan even iets pakken wat heel veel pech oplevert. What are those? Nu hebben we toch een soort van pech en dan gaan we straks omzetten in geluk in packs. Ik denk wel. Let's go, wat hebben we hierin? Kom aan. Sowieso Messi of Ronaldo. Easy win. Wat hebben we? Oh, Thiago Silva. David Luiz. Niks mis mee. Heerlijk spelletje. David Luiz is natuurlijk ongelooflijk legend. David Luiz is zo legend. Mensen gaan trouwens even naar mijn nieuwe banner kijken op... Ja, hier. Dat is ook gewoon, ja, niet heel bijzonder, 3k. Toch wel redelijk. Onze beste speler van de pack opening tot nu toe, misschien wel van de hele pack opening. Mensen, ga even naar mijn nieuwe banner kijken. Klik even op mijn kanaaltje terwijl je deze video liked. Mensen, gaat trouwens deze video liken. En klik ondertussen ook even op mijn banner. En kijk dan de nieuwe banner. Heerlijk, David Luiz zie je daar. Pack nummer 5. Zitten we hier daar op de helft? Na deze pack zitten we op de helft, mensen. Bijzonder momentje. Wat hebben we hierin? Hoppa. Oh, Suarez. Oh, Cavani, redelijk speler. Suarez zou zo ziek zijn geweest. Hoewel Suarez natuurlijk wel mijn of the match is op dit moment, of niet? Is Suarez mijn of the match? Kan wel, hè? Cavani niet heel bijzonder, wel 85 weet het. Op zich wel een redelijke speler. PSG is al over de place. Als we nog eens Ibarra pakken. Diego Alves ook nog eens, hoge rating. De packs worden beter, mensen. Oké, we hebben nu dus David Luiz gehad. Cavani, we bouwen op naar Ibarra. Dus in de volgende pack komt Ibarra. Let op, hier is die. Big Ibarra. Hier komt hij in deze pack. Let's go. Hoppa, oh. Candreva. Redelijk. Niet super bijzonder. Dan. Luiz Adriano. Misschien helpt dit om een goede pack te krijgen, dat IE denkt, oké, hij is een van onze werknemers, we geven hem goede packs. Oké, let's go, kijk of het werkt. Op het moment die we gaan verschijnen doen we dit, oké, let's go. EA Sports, it's in the game. Werkt een beetje, Payet, redelijke speler. Werkt niet super goed. Oh, Mahrez. Die kan misschien nog wel wat waard zijn, omdat die fucking OP is. Hoeveel is die waard? Juist, die is gewoon meer dan 10k waard, let's go Mahrezje. Heerlijk spelertje. Die gaat sowieso geüpgrade worden. Dus die hou ik nog heel veel in de club. Maar Mahrez is een uitstekende speler, Payet. Mahrez vind ik zo van goed in, echt. Alleen omdat hij ook tegen Chelsea er goed was. Maar goed, maar niet uit verder. Oké, we hebben nog 3 packs te gaan. De laatste 3 packs. Oké, let's go. De laatste 3 packs. Wat klik ik nou weer aan? Klik allemaal onzin dan. Dan hebben we hier Oblak. Klik in zijn knopje. Wat is dat nou? We hebben weer een PSG-speler. Stambouli, Brooks, Dembele en Oblak. Niet heel bijzonder. Oké, nu hebben we nog 2 packs te gaan.
in deze twee packs krijgen we sowieso Messi en Ronaldo. Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Oké, okay, let's go. De ene laatste pack. Kom aan, even iets goeds om zeg maar vlak voor de afsluiting. Kom aan. Wat? Dit lijkt helemaal nergens op. Dit lijkt helemaal nergens op. Wat is het nou voor pack? Dit is onze laatste pack die mogelijk de top 30 packs haalt. Ik ben bang van niet. Maar als we deze pack kunnen verbeteren, dan zou het perfect zijn. Kom aan, de laatste goede pack. Let's go! Nee, 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 nee! Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. De packs waren zo fucking shit. We hadden wel Mahrez, Cavani en David Luiz, maar ja, om daar heel blij van te worden, denk het niet. Maar morgen is weer een nieuwe kaart met Kluivert, overmorgen een Profcoach Randomizer. Zaterdag weer een nieuwe kaart met Kluivert en dan zondag FIFA tegen. En dan volgende week, op 31 december, de top 30 packs van 2015. De ongelooflijke video. Er komen echt spelers in die ziek veel waard zijn. Er komen spelers in die niet heel veel waard zijn, maar wel gewoon bijzonder zijn om te packen. Het wordt een algemene samenvatting van mijn hele packjaar. Ja, gewoon lekker man. Mensen, like, subscribe, reageren, dus kunnen we op de 2000 likes halen. Denk het wel, ga zeker deze video nog even liken als je dat niet hebt gedaan. Ga nog even abonneren als je dat niet hebt gedaan. Gaan we ook volgen op Instagram. Heel veel mensen van jullie doen dat nog niet. Ik zal het nu even laten zien. Instagram. Ik maak hele lekkere foto's. Ik maak hele sappige fotootjes. Kijk, als je hier kijkt. Dit is bijvoorbeeld een fotootje die ik laatst heb geplaatst. Heerlijk fotootje. Dit is toch lekker? Kijk, deze smikkelkoning. Heerlijk smikkelkoninkje. Dat ben ik, hè? Let's go, man. Of deze, ook niks mis mee. Mensen, bedankt voor het kijken. Dus like, subscribe, reageer op Twitter en regen. En zag ik van nu weer. Later, mensen.